En ze zijn heel achter in het veld. Wie hebben we voorin? Dat zal allemaal een mannetje zijn. Ja, zeker. Die Goelhoff natuurlijk. Hij zit op de eerste positie in de weekwits gelegen in Melanchthon. Tweede plaats. Daar is het even wachten. Over de mannen erachter. En dan zie je daar een binnenkant van zijn komen. Jamie Leaving. Hij weet daar die in derde plaats op te eisen. En volgens mij was het Michael de Bruyne, man van Spuiters, die daar aansluiten op de vierde positie. Nog meer, laatste groep in deze categorie. Zij en zij duiken ze naar de bocht in. Nick Schepers aan de buitenkant. Ja, die moet daar twee plekjes ineens laten. Nick Schepers dus nu door naar de derde positie. Maar hij probeert dichterbij te komen. Justin Timman is de man in leiding. En daar is Jordan Groen die gaat meekomen. Dan zien we nog even op de baan rijden daar. Dylan Postewis. En de man die vierde plaats wil op de bak. En ertussenin dus. De man die daar even een beetje fout stuurde. Was het Nick Schepers. Derde plaats dus voor hem in deze tweede was.